Een gebouw zonder plan. De titel van een boekje over de sociale zekerheid. En hoe dat allemaal zo uit de hand heeft kunnen groeien. U hoorde het, van de week gaf Lubbers toe dat jaren geleden de WHO-ingrepen te beperkt zijn geweest. Gisteren besloten de sociale partners dat dat dan toch maar weer eens anders moet. Dat er UVI's moeten komen, uitvoeringsinstanties. En dat de markt daarbij ook een rol speelt voor de herintreding. Nou, genoeg ammunitie dus voor een fantastisch debat. En dat zou dan in de Bali plaatsvinden. Ad Melkert was er, Linschoten was er. En het geheel stond onder leiding. Nou ja, misschien een beetje onder leiding van Felix Rottenberg, die voornamelijk zijn eigen frustraties over het voetlicht bracht. We noemen het dan ook maar een debat zonder plan. Want waar het allemaal naartoe ging, dat was niet duidelijk. Ook voor de deelnemers niet. Felix Rottenberg liet niemand uitpraten. De argumenten kwamen niet echt over de tafel. Het was een spelletje van insiders, van vooral interrumperen en de eigen mening van Rottenberg over het voetlicht proberen te brengen. Vragenderwijs, dat wel. Socratisch zal hij het zelf wel noemen, maar wij noemden het debat zonder plan. Over een boekje dat helaas start met een foto van het enige gebouw in Nederland waar nou wel een heel plan achter zat. En dat was de Toren van Babel in Ruigoort. Een gebouw waarvan het einde, de exitstrategie heet dat tegenwoordig, al vanaf het begin duidelijk was. Het zou in vlammen opgaan. Dus dat zegt misschien iets over het boekje. Het zegt misschien iets over het onbegrip van de Bali voor structuur en plan. Dit debat in ieder geval laat vooral zien wat Felix Rottenberg niet kan. Leiding geven. Het dogma van de VVD was toen de tijd, 1994, ministerstelsel. Toch? Het was geen dogma. Het was een onderwerp uit het verkiezingsprogramma. Ja, maar hoe belangrijk was dat? Nou, het was in die zin belangrijk dat wij al sinds enige tijd van mening waren dat we in de sociale zekerheid naar een andere verdeling van verantwoordelijkheden toe moesten. Wij minder collectief eenheidsworst binnen de collectieve sector afgedwongen moet worden gerealiseerd. En er veel meer op het niveau van bedrijfstakken en individueel zou moeten worden gedaan. Het basisstelsel of ministerstelsel was een instrument om dat te realiseren. In kringen van de PvdA, herinner ik mij heel goed, werd geassocieerd met een uitspraak van Geertsema, Wijlen Geertsema, woonachtig op de Konijnenlaan 33, was het maar, af biologisch minimum, hè? Ja, absoluut onzin. Maar ja, we zaten toen ook in de periode dat er tussen de Partij van de Arbeid en de VVD geen zin op debat denkbaar was ook naar sociale zaken. Maar dacht jij, gewoon je kan daar nu alles over zeggen? Ik heb er altijd alles over kunnen zeggen. Hoe zag je voor je dat dat opgelost zou worden? Want de Partij van de Arbeid niet voor geen meter na het WHO-trauma sleutel aan duurde. In die periode zaten we in Nederland in het debat over de sociale zekerheid in de fase dat je bij het een over het andere kan worden. Ja. Maar hoe denk je dat? Bij de goede of bij de slechte, bij de sociale of de asociale. En die zaten elkaar vanuit de loopgraven met slogans. Maar wat voor zag jij? Wees je eerlijk. Waar dacht je dat het uit de plaats zou komen voor dat akkoord? Ja, dat weet ik niet. Het enige wat ik gemerkt heb is dat met name na de parlementaire... Nee, maar had jij een oplossing in je hoofd? Ja. Wat was dat dan? Dat waren allerlei vormen die te maken hadden met een andere verdeling van verantwoordelijkheden. Minder overheid en meer overlaten aan bedrijven, bedrijfstakken, dan wel mensen individueel. Dus wat ik ook in die tijd al een ideaal model vond, was het model wat we zelf kenden in Nederland rondom de AOW. De daarop gebouwde stelsel van de pensioenen en individuele aanvullingen. Dat was een model wat ik buitengewoon aantrekkelijk vond. Stop maar. En ook vond dat je dat in de sfeer van de werknemersverzekeringen heel goed zou kunnen hanteren. Maar ja, jij was een van de weinigen die nadacht over onderhandelingsuitersten en zo. Hoe wilde jij dat toen oplossen? Dus voordat die Wolfson-variant kwam, hè? Dus dat was dus het minimumstelsel en de Partij van de Arbeid werd echt gewond door de WHO. Ja. Die dus ook echt open gesprekken intern daarover tamelijk moeilijk maakte. Ik herinner me nog even één ding, weet u dat? Het rapport Buurmeijer kwam uit. En in de top van de Partij van de Arbeid, daar zaten wij beide bij. Ook welke was een financieel specialist, die hoorde nergens bij, die kwam gewoon. Ik mocht er gewoon bij zitten en toen werd de directeur Thijs Wiltens gezegd over het rapport Buurmeijer, pulveren, zoutflikker.
bedoel, zo werd er met dat soort dingen omgegaan. Het was zeer bedreigend. Dus hoe zag jij toen... Flip die zegt, ja, die kan het zich allemaal nog herinneren. Nee, maar dit is niet... Daarmee vervaagt dat toch snel. Nee, maar goed, dat weet ik wel. Nee, hoe zag jij dat dan opgelost moet worden, voordat die lijn kwam? Ja, maar je zegt eerst gewond. De Partij van de Arbeid was natuurlijk ook gewond in 1994 door de verkiezingsuitslagen. En dat was dus ook een uitgangssituatie in onderhandelingen. Plus het vaststaande gegeven dat er echt heel veel nodig was om de onhoudbare premielast en de enorme druk op de werkgelegenheid die dat met zich meebracht om dat te laten doorgaan. En dat heeft denk ik wel meegespeeld. Ik denk ook bij gebrek aan andere echte alternatieve voorstellen die er lagen, om toch belangrijke elementen van het rapport Buurmeijer, toch de plaats... Maar waar dacht jij dat uit zou komen? De rij in de auto terug naar Almere toen de tijd nog? Nou, daar bedacht je altijd alles. Ik bedoel, maar hoe dacht je dat dat overbrug moest worden? Voordat die privatisering van de ziektewet als panacee kwam ons uitruilen? Ja, ik dacht dat elementen uit het rapport Buurmeijer een rol zouden kunnen spelen. Nou, dat je dus niet allemaal op de sociale partners zou betrekken, dus uit de handen van sociale partners zou halen, maar niet per se de overheid als het enige alternatief zag. Okay. En toen kwam dat rapport Wolfson, hè? Dat kwam tijdens de formatie volgens mij. Ik kan me niet zo herinneren. Nee, het was belangrijk was een notitie. Heb je het over niemand aan de kant? Nee. Dat is een WR-rapport. Ah, dat is WR. Het pleidooi voor de privatisering van de ziektewet. Voor de verkiezingen, dacht ik. Ja, maar dat is geweldig. Marzena geweest toen om het op te lossen. Ja, Wolfson heeft met zijn denken wel een belangrijke rol gespeeld. Heeft ze in ieder geval meer bespreekbaar gemaakt in onze eigen gelederen. De uitvoering niet als een doel in zichzelf zou worden gezien. Dat de sociale partners of de overheid de uitvoering voor hun rekening zouden... Oké, nog één vraagje. Even over rapport Buurmeijer. Want volgens mij kun je dat nu rustig zeggen, zijn we zo over 2 jaar verkiezingen. En ik denk ook, ik denk dat het echt heel belangrijk is. En anders zeg ik het. Dat rapport Buurmeijer komt uit. Dat was een knap weerstuk. Het was ook vrij dapper. Het was ook beledigend voor iedereen die daar ooit een rol in had gespeeld. En in de top van de PvdA zeggen sommigen verpulveren, bedreigend, link. Dat is ook logisch. Waar staat dat voor? Ja, dat was in de eerste plaats dit. We hebben in de Kamer natuurlijk niet afstand genomen van het rapport Buurmeijer. Wel op een paar punten, maar de hoofdlijn van het rapport. Wat was het meest linkse puntje waar jullie afstand van genomen hebben? Volgens mij, maar kijk ook naar Flip, als ik me goed herinner, dat het punt van de ziektewet. Ja, absoluut. Dat mag heel gevoelig. Flip, uitstaan, joh. Dat mag heel gevoelig. Nee. Kijk even naar die mensen. Oh. De ziektewet, daar werd fundamenteel afstand van genomen. Wat had jij gezegd in je rapport over de ziektewet? Privatisering van de ziektewet. Je hebt steeds over Wolfson, want het was de aanbeveling van de integrale aanbeveling van de enquêtecommissie. En bij de formatie in 1994. En wat was nou de fundamentele angst, als die zal het zo nog wel nuanceren, bij mensen in de Partij van de Arbeid voor die privatisering van de ziektewet? Was het een soort van gevoelsmatige, irrationele angst, of was het gewoon ook echt belangrijk? Nee, ik denk dat het tegenwoordig je kwam met iets dat was op dat moment binnen het denken, binnen de scope van de Partij van de Arbeid niet een iets wat onder hand bereikt lag. Nee. Maar waar zat dat in? Ja, dat was je leed het je over aan de groene, geloof ik. Zoiets. En waar was jij om dan? Waar was jij om? Dat was wat Robin Linschoten net zei. Je wist toen dat je absoluut naar een andere verantwoordelijkheidsverdeling moest. Je wist dat als je dat gesloten collectieve systeem in stand zou houden, dat niemand aanspreekbaar was. En dat daarin een doorbraak moest worden gemaakt. Nou, dat lukte in 1994, wonderwel. Maar bij de enquêtecommissie was er vanuit de Partij van de Arbeid, toen die behandeld werd in de Kamer, geen steun voor.
En zowel privatisering als premie. Dus wat dat betreft is toen dat WRR-rapport gekomen. Jij hebt de copyright op die fonds, die hebben dat doorgestoten. En Paars heeft erbij geholpen. Dus dat is heel snel gegaan met de BVA. In een half jaar tijd. Die ontplannen. In 3 weken tijd. De zomer van 94. Oké, okay, prima. Dus BVA eventjes goed gefinieerd nu. Wat is het dogma in het denken bij de VVD? Niks. Ah, kom op zeg. Nee, absoluut niet. Weet je, ik vind dat ongelooflijk arrogant. Het heeft met arrogantie te maken. De VVD wilde een andere verantwoordelijkheidsverdeling. Wilde minder binnen de collectieve sector. Wilde meer overlaten aan sectoren en mensen individueel. Dat was uitgangspunt. Ook geen dogma, was ook geen doel op zichzelf. Het was voor ons, meenden wij, een belangrijk instrument om tot een positieve beïnvloeding van de volumeontwikkeling te komen. Met name op het punt van de WHO, want dat is natuurlijk gierend te klaar uit. Ja, maar dat geloof ik dus niet. Nee, ga zo. Ja, neem de leiding zo. Nou ja, dat de filantropische ondertoon eronder zit. Ah, zo kennen we je weer. Ja. Slaan! Het ging natuurlijk om het openen van de markt voor gewoon belanghebbenden, voor verzekeraars. Wat mij fascineert in het boekje is dat je ziet dat er tientallen jaren geleden al een discussie hier was. Hoezo? En er kwam dus een speelveld vrij om verzekeraars daarin een rol te laten spelen. Natuurlijk met het oogmerk dat het ook in het algemeen belang zou zijn, want anders dan zou je dat nooit kunnen trekken. Maar het was natuurlijk minstens een nevengeschikt doel. Nee, absoluut niet. Nee, wacht even, stop. Nee, stel je vraag. Dat was jouw toekomstige werkgelegenheid. Nee, wacht even, we gaan. wacht even, nee, anders wordt het retorisch geweldig goed. Melkert ontbreekt in de balie, naar mislukte avond in Paradiso. Daar heb ik gelukkig geen last van. Linschoten snakte naar adem. Nee, waar het mij om gaat is even een heleboel rotzooi eruit. Waar ik het dogma, kijk, ik heb geen belangen meer bij de PvdA. Ik blijf ook stemmen, tot zolang het behoorlijk blijft. Maar ik vind echt een kwestie die hier op de achtergrond speelt. Die WHO die stijgt weer gigantisch. Ja. Ja? Hoe komt dat? Dat komt omdat nog steeds volstrekt onvoldoende duidelijk is dat degenen die de risico's het beste kunnen beïnvloeden, daar financieel nadeel van hebben. Dit begrijp ik niet, dus nee, dat is gewoon een beetje ons best. Kijk, wat we gedaan hebben is natuurlijk via een aantal maatregelen ervoor zorg te dragen dat degenen die de risico's van ziekte en arbeidsongeschiktheid het beste kunnen beïnvloeden, dat die in een positie zijn dat ze daar ook iets aan kunnen gaan doen. En mijn stelling is altijd geweest dat ze dat pas gaan doen op het moment dat die financiële prikkel voelbaar wordt. Okay, nou, de eerste financiële prikkel was dat privatiseren. Als je het zo wil noemen van de ziektewet, overigens nauwelijks privatiseren hoor. De ziektewet is gewoon afgeschaft en daar is een andere wettelijke regeling voor in plaats gekomen in het burgerlijk wetboek. En nog steeds wordt gewoon door de wetgever zelf bepaald wat hoogte en duur van uitkeringen zijn, maar dat terzijde. Nee, de hardste klap rondom dat hele WHO-dossier gaat zo meteen komen als gevolg van zeg maar de tweede trap, de PEMBA, de nieuwe financiering van de WHO. Die PEMBA-premie die gaat zometeen met name voor heel grote. Eén keer nog kort uitleggen. Niet iedereen kent Sveren Wutterhuis van Hoofd. Ik kan het heel makkelijk uitleggen. Het PEMBA-complex, zoals dat in het prachtige Haagse jargon heet, bestaat uit een paar componenten. We hebben destijds gezegd van de twee bestaande arbeids- en ongeschiktheidswetten die we hebben, de AAW en de WHO, die voegen we samen. Daar maken we één arbeids- en ongeschiktheidsregeling van met de bedoeling om daar ook één eenduidige premie aan te hangen. En dat zou dan een werkgeverspremie moeten worden, terwijl voor die tijd die premies door werkgevers en werknemers werden betaald. Nou, die ene eenduidige werkgeverspremie, die zou bovendien gedifferentieerd worden. Je moest meer premie betalen als er veel mensen vanuit jouw bedrijf de WHO in gingen. En je ging minder premie betalen als er minder dan het gemiddelde in de WHO gingen. En als je geen zin had in dat systeem, dan kon je eigen risico dragen worden voor de eerste 5 jaar dat je personeel arbeids ongeschikt was. Nou, wat is de kern van dat hele verhaal? Die eenduidige werkgeverspremie die er gekomen is, die bestaat uit 2 delen. Een basispremie en een gedifferentieerde premie. Nou, om een heel lang verhaal kort te maken, die basispremie die betaalt iedereen die personeel heeft. En die gedifferentieerde premie wordt alleen maar betaald door degene die geen eigen risicodrager zijn geworden. Nou, die gedifferentieerde premie die gaat zo meteen de financiële prikkel organiseren voor bedrijven om mensen uit de WHO te halen. Ja. Alleen, die gedifferentieerde premie was toen die wet van kracht werd in 1998 en nu nog steeds heel erg laag. Maar Robin, nu even die steen. Hoe komt dat? Even één zin nog, anders kan ik het verhaal niet afmaken. Die basispremie die iedereen dus betaalt,
die wordt gebruikt om de uitkeringen te betalen van alle mensen die op de dag voordat die wet van kracht werd in de WO zaten. De bestaande gevallen, die gedifferentieerde premie, de financiële prikkel dus, is voor alle nieuwe gevallen. Dus die basispremie die gaat de komende jaren fors naar beneden. Die gedifferentieerde premie die zal omhoog gaan. En pas vanaf 2003, 2004 zal het effect daarvan zodanig zijn dat alle bedrijven, en in ieder geval hun verzekeraars die dat risico hebben overgenomen, en daar weet ik inmiddels de afgelopen 3 jaar zelf ook wat van, die zullen alles op alles zetten om een zodanige verzekeringsbedrijf te organiseren. Nee, klaar. Wat? Nee, die zullen alles op alles zetten om een zodanige verzuimbegeleiding te organiseren. Dat alleen maar mensen door de WO terechtkomen die daar echt thuis horen. Nou, nu de kernquiz. Ja, ik heb ongelooflijk gehoord, maar dat heeft niks met mijn. Ik heb gewoon sympathie voor je, maar. Die dingen erbij. Ja, je hebt een vraag gesteld waar ik antwoord op geef. Nee, nou, nee, waar het om gaat is wat ik niet snap. Nee, eens kijken, hoe komt het? Neem ik voorschot op wat misschien na de pauze nog een keer behandeld wordt. Dit arbeidssysteem, Nederlands arbeidssysteem, het Europese Rijnlands systeem noemen, postterrorisme, ja, ik ken het wel hoor. Stoot 10-20% van de mensen uit. Ja. Ja? En in de enge benadering van Paars, PvdA, VVD en Kruis zitten we, reintegreren die mensen. Daar heeft 1 op de 4 mensen een al dan niet aantoonbare vermoeidheidsziekte, psychische stoornis in de hele rimbrand, die gaan we allemaal integreren. Maar dat is een gevolg van een arbeidsproces, een privéproces, et cetera, waar een hele hulpverlening en ik weet niet wat voor klaar staat, en het is dat. Die hulpverlening staat dus niet klaar. Nee, maar laten mensen compleet aan hun lot over. Ja, hoor. Mensen worden ziek gemeld door een werkgever. En vroeger was het zo dat je de eerste 6, 7, 8, 9 maanden überhaupt niet meer vlak kreeg. Maar je had. Maar hooguit een arts van de bedrijfsvereniging die kan controleren of je de kluit belazerde. Ja. Maar voor samengeleiding zorgen dat mensen op een zodanige manier geholpen werden met die problemen. En of dat nou problemen van medische aard of andere waren. Niets daarvan. Maar en ook de afgelopen jaren. Nee, maar wat ik het dogma van de VVD vind, en hou ik ook met zeiken, is dat het idee. Dat laten we zeggen, dat een groot deel van die mensen die op hun 50ste gewoon klaar zijn, die zijn afgebeuld in het onderwijs. Absolute onzin. Het overgrote deel van die mensen is met een juiste begeleiding. En we hebben daar zit dogma verwijt. Nee, Felix, het heeft niks met dogma te maken. Ik heb het de afgelopen jaren meegemaakt met het reintegratiebedrijf waar ik zelf aan de wieg heb gestaan. En daar zie je dat met een adequate begeleiding van mensen. Als ze vanaf dag 1 van hun ziekmelding goed begeleid worden, er ongelooflijk veel mogelijk is. Maar al die mensen, die hebben we dus de afgelopen jaren gewoon langzaam maar zeker de grote mate gaan. Maar dat vind ik een soort net zo lang aan de PvdA van de jaren 70 dat ze er niet meer uitkomen. Nee, dat is geen dogmatiek, dat is de absolute werkelijkheid. Als jij mensen na hun ziekmelding een paar maanden lang op hun beloop laat en er geen duvel aan doet, ja, dan wordt het op een gegeven moment een hopeloos geval. En dat is bij heel veel mensen gebeurd. Gooi ik mezelf maar even in de strijd als voorbeeld. Ik ben dus net uit de WHO, ik zal besparen hoe dat bureaucratisch is gegaan, et cetera. Ik ben chronisch ziek, ik kom niet in de pers, dit privévoorbeeld. Ik weet helemaal niet hoe dat verder gaat met mij. Als ik daar iets van mijn leven weigerde door een of andere geprivatiseerde arts mij te laten vertellen hoe ik dat wat of niet moet doen. Iemand die kan helemaal niet nagaan wat de invloed is van die ziekte op mij. Oh, ik zit in een project en ik reïntegreer. En zo geldt het voor heel veel mensen die chronisch ziek zijn. Die komen in commerciële reïntegratie. Houd toch alsjeblieft. Dat is echt een gezeur. Echt aparte onzin. Kijk, iemand wil ik allemaal horen. Aparte onzin. Als ik zie hoe. Kijk, de eerste contacten die plaatsvinden met. Los van de curatieve sector. Is de arts van de arbodienst die een onafhankelijke positie heeft. Ja, die een onafhankelijke positie heeft en dat onvaar maakt. Ik vind dat er in Nederland door tal van mensen veel te gemakkelijk wordt gedaan. Alsof artsen die in dienst zijn van arbodiensten maar achter de boek van hun werkgever aanlopen. Daar is absoluut geen sprake van. Dat gebeurt op een nette manier. Okay. Onafhankelijk. Kern van de zaak is dat die arts die het eerste contact heeft met degene die verzuimt, dat die arts zo snel mogelijk weet wat er aan de hand is. Okay. En mijn ervaring is dat als je weet wat er aan de hand is, dan is het ook vaak heel erg eenvoudig om de oplossing te organiseren. En dat is wat we in Nederland niet gedaan hebben. En wat nu onder druk van deze financiële prikkels, door die arbodiensten, door verzekeraars, door bedrijven die financiële risico's gaan dragen, ja, die zullen dat wel goed gaan organiseren. Maar ik vind het heel dapper, ik vind het eerlijk, ik vind het hoger, ik vind het helder. Heb je het boek gelezen? Nee. Oké. Okay. Heb je het opgestuurd gekregen? Ja, ik heb het afgelopen vrijdagavond in de bus gekregen en had het weekend wat andere dingen te doen. Goed. Ant, kleine botsing tussen mij en Linschoot. Is dat nou een
een dogmatisch conflict, daar loop ik achter. Ik zei dat mijn emotie als voormalig, kort geleden, WHO-lid of wat dan ook, met mijn verwijt aan hem is, dit is een soort, ja, echt achterhaald maakbaarheidsdenken, dat je tienduizenden cohorten mensen die structureel ziek zijn en allerlei problemen hebben, maar weer even zo via een project terug kan brengen op de arbeidsmarkt. Dat zeg ik toch niet? Dat zeg je wel. Nee, je maakt het duidelijk niet. Nou, via een mechanisme. Er zullen altijd mensen de WHO ingaan. Wat ik zeg is dat met de juiste begeleiding, en als vanaf dag 1 na de ziekmelding als een bom op de havenkist zitten, al die arbeidsongeschiktheid die te voorkomen is, voorkomen kan worden. En dat is wat we in Nederland hebben laten liggen. Hoeveel, stel, we hebben nu een miljoen, wel één keer, we hebben een miljoen mensen, even een rekensommetje, dat helpt ook uit. We hebben tegen een miljoen mensen in de WHO. Hoeveel daarvan denk je kunnen we met de juiste begeleiding vanaf dag 1 erin krijgen? Heb je een flauw idee? Nee, ja. Nee, natuurlijk niet. Dat is per definitie natte vingerwerk. Daar schiet je niks mee op. Kijk, om te beginnen, degenen die er nu al in zitten, die hebben we al door ons eigen beleid tot de categorie hopeloos laten verworden. Je zult dus moeten beginnen bij mensen die op dit moment nog in het arbeidsproces werkzaam zijn. En ik ga ervan uit dat een heel belangrijk deel daarvan op een hele normale manier weer terug kan worden gebracht naar de arbeidsplek. Maar praat je een oude arbeidsplek of een andere met de juiste begeleiding. Maar stel dat de aanwas, gewoon zo'n nieuwe aanwas vanaf dag 1 vandaag gerekend. Ja. Waar je hem over 2 jaar of zo? In ieder geval een substantieel deel. Maar ik maak bezwaar, dat hier wordt gezet door ons eigen beleid. Is dat allemaal zo gelopen, want de afgelopen jaren... Ik vind het natuurlijk over voor Paars. Ik vind het beeld wat te somber wat jij hier neerzet. Dat is een hele mooie openingszin. Nou, omdat we de afgelopen jaren, maar dan denk ik dus iets breder dan alleen de WHO, is er volgens mij wel een soort van mentaliteitsverandering gaande, die in ieder geval heel wat afsteekt in positieve zin ten opzichte van wat het in de jaren daarvoor was. Ik ben zelf in de eerste jaren, toen wij op het departement zaten, veel bezig geweest met met name de bijstand. Daar is ontzettend veel veranderd. Hey, okay. Dat is ook reïntegratie. Die volle kennen we. Nee, maar het hangt met elkaar samen. Het komt namelijk steeds meer bij elkaar. Toevallig ook op deze dag komt het steeds meer bij elkaar. Omdat in de WW en de WHO er sprake is geweest van gigantische veranderingen. Helaas in overwegende mate van organisatorische aard. Maar daaronder is wel degelijk iets aan het veranderen gegaan. Want als jij het hebt over de cijfers van nu, dan mag echt niet veronachtzaamd worden dat als die trend zich zou hebben doorgezet, hè, waar we toen in 3,94 mee zaten, dan zouden we nu echt zeer veel hoger zitten met de WHO. Dus er is iets veranderd. Maar wacht even, even tussenvraag. Ja? Is dat nog wel een enorme uitstoot? Wel als gevolg van ons arbeidsproces. Ja, die is er. Is dat niet minder geworden? Het hoofdprobleem van de WHO is naar mijn mening de mensen die al heel lang in zitten. Er zitten geloof ik 300.000 mensen al heel lang. 10 jaar in. Ja, maar er is een hele grote groep bijgekomen. En er komt een grote groep bij. En daar speelt dus wat waar Robin op doelt. Dat met name de instelling van de arbo-diensten dus een zeer teleurstellende resultaat heeft opgeleverd. En zijn hoop dat de werking van die commerciële markt in de komende jaren, die arbo-diensten, dus in dienst van de verzekeraar in feite, of in functie van de verzekeraar, veel meer aan de slag gaat brengen. Dat is de vraag of dat per se zo werkt. En maar ik denk dat niet de enige weg is om. Die uitstoot van mensen, ziek, wat dan ook, die is nog heel hoog. En in allerlei besloten sessies, waar ik al verslagen van heb gelezen, zegt de onverdachte persoonlijkheid als Bert Vries, voormalig minister, die zegt in een gesprek, zegt hij, nou luister eens, onze huidige arbeidscultuur in organisaties, die kunnen wij niet veranderen. En die stoot heel veel mensen uit, om wat voor reden dan ook. Dus die groei van die WHO, die zal jaren heel hoog liggen, blijven. En toch zul je dan de arbeidscultuur moeten aanpassen. En, ja, dat gaan we van bovenaf, via systemen gaan we de arbeidscultuur aanpassen. Nee, maar die arbeidscultuur, dat is een heel merkwaardig fenomeen in een land waar dus gemiddeld een hele hoop aantal dagen dat gewerkt wordt. Ja. Of het aantal arbeidsjaren veel lager ligt dan in andere landen. Ja, maar de keerzijde is, wij hebben een hele hoge arbeidsproductiviteit. Toch?
Zeker. Ja, daar betalen we een prijs voor. Voor elkaar. Daar betalen we een hele hoge prijs voor. Ja. Een hoge uitstoot van ons. Ja. Dat is een simpele rekensom. Ja. En daar wordt het systeem mee geconfronteerd. Maar het systeem maakt de entree ook erg makkelijk. Ja. En daar waren de arbeidsdiensten dus voor bedoeld om daar beter mee om te gaan. In het boek wordt volgens mij ook terecht daar de vinger aan gelegd. Ja. Ik vind dat deel ik dus ook, de kritiek die daar ligt. En wat is de kritiek precies? Nou ja, dat de arbeidsdiensten toch met hele minimale pakketjes aan de slag... We zijn niet onafhankelijk, die arbeidsdiensten. Er is toch geen kritiek aan de rest van de arbeidsdiensten? Dat is nou iets wat je bedrijfsleven mag verwijten. Bedrijfsleven, maar ook de wetgever heeft daar een rol in. Wat hier gebeurt is dat met een klein bedrijf zich absoluut niet gerealiseerd heeft wat het belang is van goede arbeidsdiensten. Die willen allemaal van een dubbeltje op de eerste rang zitten. Die hebben onder invloed van, weet ik veel wat, de meest minimale arbo. Ja, maar dat zijn die onderzogenaamde onafhankelijke arbeidsdiensten van jou. Die geven zelf toe dat ze er voor een hele rommel van maken. Nee, helemaal niet. En geven ze dat niet toe. Die kunnen. Wat staat in het boek dat je niet gelezen hebt? Ik kan alleen dat boekje staan, maar dat mogen niet zeggen dat het waar is. Ja, maar ik ken die arbeidsdiensten, ik doe zaken met veel van die arbeidsdiensten. Die kunnen allemaal op een hele goede manier een hoogwaardige arbeidszorg leveren. Dan moeten die bedrijven dat wel willen kopen. Wacht even. Wat hebben die bedrijven gedaan? Die ziektewet werd geprivatiseerd. Ze sloten een minimaal contract met een arbeidsdienst. Kochten een ziektewetvervangende verzekering bij een verzekeraar. En gingen over tot de orde van Dat was dus wat te veel vertrouwen in de markt werkte. Dat was Melkert. Nee, ja, wel vertrouwen. Wacht even, Melkert in de markt werkte. De gedachte was, ze zouden door met name de verzekeraar wel eens even worden geprest om zo snel mogelijk de mensen weer terug te krijgen. Dat zie je nu dus ook gebeuren in de markt. Nee, 2003 dat moet wel. Dat is luisteren. Maar stop even. Dingen door elkaar halen, dat is het Pemba-effect. Ziet u het? Ja, de redenering is dat toch dat door dat Pemba-effect moet men meer premie gaan betalen. Ja. Dat wordt afgewendeld op de verzekeraar, die wil dat niet. Die schakelt de arbeidsdienst in. En dus moet het... De verzekeraars zijn veel te laat in stelling gekomen om dat goed te gaan organiseren met arbeidsdiensten. Als je uitgaat van de situatie na 2003, gaat er dan maar vanuit dat een klein bedrijfje met 5 man personeel en een loonsom van tussen de 2 ton en de 2,5 ton, het eerste arbeidsongeschiktheidsgeval binnen dat bedrijf gaat 100.000 gulden kosten. Ja, maar daar zullen dus die ondernemers, dan wel hun verzekeraars, die risico's hebben overgenomen, die zullen alles op alles zetten om deze zaak zodanig te organiseren. Oké, klaar, stop. Het leidt geen twijfel dat die druk steeds hoger gaat worden en dat bedrijven daar nauwelijks op anticiperen. Maar het gat wat nu is ontstaan, dat zou natuurlijk ook door meer vereisten te stellen, dat kan ook de wetgever doen aan de arbeidsdienst, wel kleiner worden gemaakt. Mag ik even jouw oordeel over die arbeidsdiensten? Ik heb een subjectieve opmerking van mij, maar alles wat ik doe is subjectief, trouwens voor jullie ook. Ik heb de indruk, ook wat in dat boek geschreven wordt, en die jongens vinden dat niet leuk om dat op te schrijven, dat wat Linschoot hier beweert echt ridicule onzin is. Arbeidsdiensten onafhankelijk, dat zijn commerciële bedrijven. Die moeten gewoon winst draaien. Dus die kunnen, die moeten presteren. En die mensen zeggen dus, nou ja, hierna functioneert dat helemaal niet. Wat is jouw indruk ervan? Zit ik te zwetsen? Nee, die arbeidsdiensten zullen natuurlijk steeds meer in functie van de belangen van de verzekeraar staan, maar dat is niet per se slecht. De vraag is... Nee, echt niet om die vraag heen. De vraag is om wie het gaat en wat de mensen die ziek of tijdelijk arbeidsongeschikt zijn, eraan hebben. Als zij hun werk goed doen, dan is het prima. Maar als kan, want dat is toch echt wel een mentaliteitsdiscussie, het is nou zo'n ideologisch verschil. Een arts is... kan veel geld verdienen, maar juist waar het gaat om de oordelen van mensen die door het arbeidsproces worden uitgestoten. Als je die onafhankelijk wil laten zijn, dan kan die toch nooit in een winstgevend klimaat functioneren. Ja, daar staat wel tegenover dat we natuurlijk van een koude kermis thuis zijn gekomen, namelijk van artsen die in een heel ander klimaat, namelijk een totaal verbureaucratiseerd klimaat, ook tot beoordeling kwamen met als resultaat dat veel te veel mensen die niet arbeidsongeschikt waren, toch in de arbeidsongeschikt. Maar als je dit, nu ga ik dus... Maar is toch een commerciële... Nee, stop even. Dat is echt onzin wat je hier zit. Wat is onzin? Van wie? Dat die artsen op wat voor manier ook met commercialiteit te maken hebben. En de marketingmensen van de arbeidsdienst die contracten proberen te verkopen. Als jij binnen een arbeidsdienst dat op een behoorlijke manier, en de grote arbeidsdiensten hebben dat georganiseerd hebben, dan hebben al die artsen gewoon maar één functie. En dat is nadat iemand zich daar gemeld heeft, zo snel mogelijk erachter komen. Wat is hier aan de hand? Nee, maar dit is dus een heel principieel punt. Ik maak het werkelijk iedere week aan bedrijven mee, dat de arbeidsdiensten, zeker de grote 5-6 in Nederland, 80-85% van de markt, dit op een buitengewoon ordentelijke manier geregeld hebben.
Oké, ik ga even een paar hulptroepen inschakelen of mensen die hem gelijk geven. Dat maakt niet uit hoor, ik vind het prima om te verliezen. Buurmeijer, heb je hier verstand van of niet? Als je die vraag verder aan iedereen voorlegt vanavond... Kijk nu op jou. Ja. En wat vind jij van de waarneming in dit boek? Laat ik daarop rusten. Nou, die deugt niet. Die deugt? Nee, die deugt niet. Ik ben het heel erg met Robin Linschoten eens. Er zijn op het ogenblik armoediensten die op zich kwaliteit weten te leveren. En ik heb ook een vergelijk. Namelijk die bedrijven die hun eigen armoediensten niet hebben afgestoten. Maar daarmee zijn ze wel privaat. Die ze niet hebben afgestoten, maar in eigen hand hebben gehouden, die weten goede prestaties te leveren. Die arbodiensten die dure contracten hebben afgesloten met bedrijven, hebben gemiddeld gesproken betere resultaten dan die arbodiensten die hele lage minimale contracten hebben afgesloten. Wacht eens, Gerus, wat is jouw... Nou, je bent zeg maar chef sociale zekerheid bij de FNV. Gefeliciteerd. Ik ben het al een tijdje. Dus. Ja, nee, dat goed. Of 5 jaar geloof ik. 3 jaar. Huh? 3 jaar. Nee, 4. Maar 1,5 jaar. Wat is jouw kijk erop? Zit je te overdrijven of geïnsouffleerd door die mensen in het boek? De mensen in het boek hebben gelijk. Dus Buurmeijer wordt weer verpilverd. Met Buurmeijer. En waarom hebben ze gelijk? Nou, omdat het A door artsen zelf gezegd wordt, die bij arbodiensten. Wat zeg je dan? Die zeggen dat zij vinden dat ze onder druk staan in hun professionaliteit. Door wie worden ze onder Door werkgevers die graag zo snel mogelijk of personeel weer aan het werk willen hebben of wat ze er vanaf willen. Ja. En met dat we de sociale zekerheid achter ons laten, gaan we naar het volgende programma en wel de daklozen.